Hoe gaan we die killen? Misschien een paar toortjes plaatsen, want er zijn ook al zombies. Hij staat nu bij de... Ik heb hem naar boven gelokt, hij staat boven. Oh, ik kom eraan. Nou, hij stond op de trap, dus ik denk, stel je loopt de trap af het hoekje om en staat opeens een creeper voor je neus. Zo, weg. Dan is het wel handig als je... We hebben best wel veel toortjes hier geplaatst. Jacco, okay, ik heb een idee. Ja, vertel. Ik heb hier een linkje gestuurd van Shulkercraft. Als jij die even opent en mij precies vertelt welke enchants we nodig hebben voor een pickaxe, dan kunnen we echt eerst hele zieke tools gaan maken. Trouwens, ik ben helemaal full protected. Ik heb echt de beste gear die er op het moment al is. Dus ik ben niet meer bang voor iets. Ja, als jij zegt even wat die op die pickaxes moet, dan kan ik alvast onze tools een beetje klaarmaken. Wil je geen Silk Touch pickaxe, denk ik? Nou, we kunnen gewoon één Silk Touch... We kunnen allemaal Silk Touch gaan gebruiken. Want als we dan hakken, dan kunnen we gewoon alles in de kist stoppen. En dan met Fortune kunnen we het hakken. Mm-hmm. Ja, ik heb ook, ja, klopt. Maar ik heb ook cobblestone en zo nodig voor bouwen. Dus. Ja, daarom zeg ik. Dan kunnen we ook gewoon een Fortune maken. Ik heb hier een Fortune 3 bijvoorbeeld. Oh, ik ga eerst even liggen. Precies. Even kijken. Wat zei je eerst? Silk Touch, hè? Moeten we sowieso. Ja, Silk Touch. Ja, dat heeft deze. Wacht. Silk Touch. Breaking 3, Efficiency 5 en Mending. Ho. Gaat het te snel? Ho. Mending, zeg je? Rustig. Vier keer Mending, ja. Efficiency 5. Ion. En Unbreaking, hè? Unbreaking 3. Unbreaking Mending, Silk Torch, Unbreaking, Efficiency. 3, 4. En alleen nu nog Efficiency dus? Ja. Efficiency 5. Efficiency 5. Waar are you? Zit je hier in de hoek? Nee. Waar is onze efficiency 5? Fortune. Ik heb natuurlijk ook al een efficiency 5, Silk Torch en Unbreaking 2 pickaxe. Die kan je eventueel upgraden. Nee, upgraden is niet handig. 4. Oké. Okay. Waarom koop ik flame? Volgens mij de draak gaan killen. Ja, maar ik zit aanzienlijk op efficiency 5. En dan moet je ook even kijken naar die gozer, hoe hij het allemaal in elkaar flanst. Want er zit een volgorde in. Goedkoopste. Wat inderdaad het goedkoopste is. Nou, flame hebben we hier ook al trouwens. Oké, ik heb alle boekies. Echt alle boekies nu. Voor de goede pickaxe. Dat vind ik het belangrijkste, een goede pickaxe. Oké, Jacco, zeg het maar. Wat moet wat? Wat moet die? Even kijken hoor. Met Mending. Ja. Op elkaar. Ja, die zijn 2, klopt. Pion, inderdaad. Ja. Even kijken, en dan plaatst hij de anvil weer. Dan doet hij Silk Torch met een breaking. En ik gok dat hij daarna... Oh, dan doet hij de pickaxe erop. Ja, en dan doet hij eerst de Silk Torch en een breaking op de pickaxe. Zoveel heb ik niet. Ik gooi ze even allemaal in jouw kist. De boekjes zijn gecombineerd. Zoveel XP heb ik. Dus dit kan in de dinges, kan je zien. Ik zou even 4 pickaxes halen. Meteen. Ja, ik ga binnenkort ook wel minen, dat we diamonds hebben en zo. Waarom? Nou, dat is handig toch? Waarom? We kunnen hier gratis pickaxes kopen. Nou ja, dat is wel. Zo zonde van je centen. Ben ik helemaal niet gewend, jongen. Ja, nee, je moet efficiënt met je geld hier omgaan. 2, 3. Oh, wilt u er maar 3 verkopen nu? Zonde. Een leuk begraafplaatsje trouwens. Ja, nee, Jarno, complimenten naar Jarno. Jij ging vandaag achter die rang kijken, hè? Oh ja, goed dat je zegt. Doe ik voor Jarno. Ik vind dat wel leuk. Voor mensen die meegaan doen met de hardcore, die krijgen een rankje op de Discord. Even kijken, wat doet hij er eerst op? Efficiëntie of Silk Touch op de pickaxe? Is Silk Touch. Is Silk Touch? Ja. Oké. Silk Touch. Silk Touch. Oké, dan heb ik het in mijn kist, Jacco, links onderaan. Jong. Ik zie de volgorde. Dus eerst Silk Touch, zegt hij. Ja, dat is al 8. Dat heb ik niet. Dan moet je zelf maar kijken of jij de XP hebt. In mijn kist zitten de pickaxes. Mm-hmm. Dus dan kan jij alvast je eigen pickaxe maken als je wil. Voel je vrij. Maar ik heb niet genoeg geld daarvoor. Dus ik kan je... Ik heb voor nu nog wel van een goede pickaxe. Dus ik denk dat ik straks een andere tool even op ga zetten. Echt?
Ja, dan geef ik dat eerst voorrang. Een goede, goed zwaard of goede axe of zo. Ik zit alles voor te bereiden voor een pickaxe en nu wil je in één keer een goed zwaard. Ja, maar nee, een pickaxe vind ik ook fijn. Dat komt ook. Dat ga ik wel doen. Maar ik heb al wel geënchante pickaxes. Dus dan heb ik liever iets anders dat eerst geënchant is. Kan dit item ook even stuk gaan of zo, I don't know, iets in die richting. Ja, nou lekker. Thanks, Jacco. Jacco, ik zit erover na te denken om een aantal meer cartographers te maken. We hebben maps, we hebben hout. Het levert echt heel goed geld op. Ik weet niet wat jij ervan denkt. Ja, voor mij hoor. Ik heb toch geen verstand van de villagers. Dus. Oh, oké, okay, dan doe ik dat wel. Ik ga proberen dit huisje af te maken. Ja, ik ben intussen dus een tutorial aan het kijken. Ik heb er niet heel veel van gekregen, maar hij is wel omhoog. Ja, we hebben niet heel grote sugarcane farm. We moeten eigenlijk wat groter maken. Yes, my boy koopt glaasjes. My boy koopt glazen in. Wat een lekkere topper. Jacco, ik heb de beste pickaxe die er is. Echt lekker. En ik heb hier een fortune pickaxe, dus die doe ik in mijn kist. Dan weet je dat je die daar altijd uit kan halen. Ah, top. Moet ik ook jouw pickaxe in elkaar zetten, of niet? Nee hoor. Heb je genoeg XP dan? Ik heb 10 levels. Ja, dat is echt niet genoeg. Als jij het eerste stukje even in elkaar zet, dus die silk touch erop, doe ik de rest. Een breaking, sword. Zei je? Oké, komt ie. Deze gast heeft sharpness 5. Ja. Looting 3. Een breaking 3. Sweeping edge 3. En mending. Hij heeft wel sweeping edge erop gezet? Ja, in plaats van knockback. Denk ik dan. Hij heeft geen knockback erop. Hij heeft geen knockback erop. Sweeping edge heb ik hier ook wel. Oké, okay, zeg, welke boekjes voegt hij samen? Oh, hij maakt meerdere zwaarden. Hij heeft er ook eentje met smite. Oh, oké. Okay. Maar ik wil graag de... Dan doe ik de sweeping edge hierin. Oké, okay, deze is goed. Oké, okay, hij doet sweeping edge met mending. Dit is ook... Laat maar, ik heb hem al, Jacco. Ja, top. Ja, ik heb een zwarte... Oh! Kom, Jacco, vechten. Waar ben je? Nee. Kom. Ik heb een mooi zwaardje. Ja, kom jij eens even lekker hier. Let op, hè. Zo. Oeh, dat viel mee. Oh, dat viel mee? Ja, maar ik zat ook een beetje zo in elkaar, hè, dus. Twee hartjes. Wow, pas op, nee, niet vaker. Oh, nou zie je, dat ding is... Twee tikken en ik was neer. Dat ding is sterk, hoor. Sappig zwaartje dit, Jacco. Eigenlijk wil ik zo wel even een keer richting, Oh nee, jij moet ook nog sterk worden, hè? Ja, ik ben al niet heel erg. Jij bent denk ik hier wat vaker dan Eva. Dus als we jouw gear ook even sterk maken, maar dat kost best wel veel XP. Kijk, want als ik nu door het lava zwem, overkomt mij vrij weinig. Hoe gaan wij dit doen? Voor mij mag je met villages traden. Ik weet alleen niet of jij korting krijgt, maar volgens mij niet. Dus dan is het best wel zonde van het spul. Eigenlijk moeten we gewoon genoeg resources hebben om te blijven kopen en te verkopen. Maar ja, ik wil eigenlijk naar de end toe om eigenlijk op zoek te gaan naar netherite. Dan ben ik in één keer sterk, ben ik in één keer klaar en dan heb ik mijn boel netjes op orde. Mm-hmm. Jacco, het is tijd voor de slaap. We moeten even eerst een klusje verzinnen, denk ik. Voordat er straks iemand is en dan... Laat weten wat jouw klusje gaat zijn. Doen we het op die manier. Ja, misschien hebben inderdaad mensen wel leuke klusjes als iedereen. Misschien heb jij een leuk klusje. Op welk level zit Debris, jongens? Wat was het level van Debris ook alweer? 35? 15, oh, laat maar. 15. Kijk hier. Ja. Oh, daar. Als jij even hier een brug aanlegt, of hier even een brug naartoe maakt. Als we hier gewoon heen lopen en je loopt naar beneden, dan sta je bij de dinges. Zo. Nou, dat is mooi, hè? Kijk, dan hebben we hier een mooi bruggetje die kant op. En dan weten we gewoon precies... Oh, wacht maar, moet ik even snel doen? Oh, jij kan ook heel snel, top. Ja, kijk, dan kunnen we precies, als we dit ook even netjes dichtmaken, zo. Zo. En dan hebben we precies hier een brug over het lava. Heel veilig dit. Oh, ik was net ook niet krautjes aan het bouwen. Dat is wel gevaarlijk. Ik ga dit wel even aan de onderkant dikker maken, hoor. Even kijken, ik heb niet meer stenen. Maakt niet uit. Ik zal dit even netjes dichtmaken. Zo. Ja, dit lukt jou. Kan ik verder met het huis? Ja, ga jij verder met het huis? Oeh, daar vul je bijna de dingen in. Nee, ik pas wel op, hè. Ja. Nou... nee, want dan hebben we hier, dan weten we gewoon dat als we deze brug lopen, dat is denk ik ook dat we het netjes moeten maken. Even bordjes plaatsen met van, oké, hier zit dit, hier zit dat. Weet je wat ik vet vind? Dat zie ik wel eens in van die hardcore filmpjes of zo. Als mensen de nether ombouwen naar de overworld.
Oh, dat, dat je echt zo'n hele... Ja, dan kom je er net in binnen. Is alles gras en bomen en zo hebben ze gemaakt. Ja, van mij mag je dat doen als je niks te doen hebt. Voor dat is een project voor later hoor. Dat is echt zo als je tijd over hebt, zeg maar. Als je echt gewoon alles in de normale wereld al hebt gedaan, dan moet je dat doen. Ik wil eerst een beetje de spanning op orde maken. Misschien leef je dan wel niet meer, Jacco. Inderdaad, dat kan ook zo, maar dan moet jij dat doen. Mocht je geen zin meer hebben in hardcore, moet je gewoon doodgaan. Ja, precies. Vincent, mocht ik doodgaan, beloof me dat jij dat doet. Vincent, ik ben klaar. Ik heb geen zin meer om mee te doen. De route. Ik ga dood. Ja, pof, met zo'n creeper. Huppa. Als jij even in de nether blijft, dan ga ik pitten. Ja, is goed. Ja, ik ben sowieso hier in de nether. Ik ben even de boeien dicht aan het maken, zodat als we hier naartoe willen lopen, dat we gewoon rustig kunnen lopen. Welke dag is het? 94 alweer? We hebben nog geen last gehad van zombie-dingen in de overworld. Zombie-dingen? Ja. Varkens. Oh zo, nee, klopt. Dus als we deze meteen meenemen, hoeven we dat straks allemaal niet meer te regelen. We moeten binnenkort... Ja. Zou ik zo'n rails aanleggen naar de span, dat kijkers gewoon zelf hierheen kunnen gaan? Ja. Dat was een beetje het plan, toch? Maar dan weet je hoe vet het is als je echt zo'n stationnetje maakt. Nou ja, we kunnen, als iemand goed kan bouwen, mag die van mij een stationnetje bij de spawn bouwen. Maar dat is wel leuk om dat samen met iemand van ons te doen. Ja, maar ik bedoel dat je dan hier in ons eigen dorpje, dat je hier ook zo'n... stationnetje hebt. Ja, zo'n stationnetje met één rails naar de spawn, de andere rails gaat bijvoorbeeld naar de weet ik veel... Eat schools, wat we ook tegenkomen. Dat is wel vet. Ja, op zich best wel tof eigenlijk, ja. Maar dat is ook denk ik iets meer voor later als we wat ietsje rijker zijn in items. Zoveel lava hier, verschrikkelijk. Hoe hoog moet ik hakken om op zoek te gaan naar Debris, jongens? Het is toch 15 en dan 5 hoog, toch? Als ik 5 hoog hak, dan zit ik toch op zich best wel safe. Yes, ik heb de eerste Debris. Hatsa, Debris, Jacco. Hey, Debris! Please, 2 pieces dit keer. Daar is weer eentje. Kijk, hier zit mijn tunnel. Yay, weer een stukkie. Nu alsjeblieft een keer wat meer. Echt serieus? Ik krijg elke keer maar 1 of 2 één stukje nog maar. Ik heb nog geen 1 keer gehad, 2 of 3. Oh, dit is chill, Jacco. Wat? Ja, mooi huisje. Oh, ja. Ga ik volgende keer ga ik het afmaken en gaan we paden aanleggen en alles. Maar dat komt allemaal nog. Dat is, ja, mooi huisje. Dat kan niet allemaal tegelijk helaas. Wat lekker joh. Nou, best wel wat gedaan eigenlijk hè. Kijk eens. Het huis van Jacco. Maar hij moet nog inrichten, zei hij. Maar ja, dat komt wel. Maar dit is wel mooi. Eigenlijk had hij deze... Ja, hier kan 1 villager in elk hok staan. En dan kan hij hem langer maken of in een hoekje maken zo. Dat wordt wel leuk. We sluiten hem gewoon af op 99 dagen. Die ene dag boeit niet. We maken er gewoon 100 dagen van. Klaar. Mensen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor alle gekkigheid en alle subs. Kanonnen was echt niet normaal.